Welkom. In deze video ga ik met je doornemen hoe je de inkomende documenten in Moneybird krijgt. Zo heeft elke administratie een uniek e-mailadres. Ik ga je laten zien waar je deze kan vinden en hoe je deze kan gebruiken. Hoe je je bonnetjes scant en ik vertel je iets meer over het algoritme van Moneybird. Kijk je mee? Om ondernemers zoveel mogelijk te ontlasten bij het verwerken van hun administratie is de functie scan en herken aan Moneybird toegevoegd. Voor deze functie zal MoneyBird zoveel mogelijk gegevens op de inkomende factuur of bon proberen te herkennen en te verwerken. Scan en herken wordt gebruikt voor PDF-bestanden en afbeeldingen die je toevoegt aan het tabblad inkomend. Hoe dit precies werkt zal ik aan de hand van een voorbeeld laten zien. Maar ik ga je eerst even laten zien waar je je speciale MoneyBird-e-mailadres vindt. Elke administratie krijgt een uniek e-mailadres toegewezen. Je vindt dit via het tabblad inkomend onder de knop met het a -staartje. Ontvang je een mailtje met daarin een PDF-factuur, dan kun je deze doorzetten naar dit e-mailadres. Moneybird voegt het dan voor je toe aan je inkomende documenten. Ik heb dit net gedaan met een factuur. Deze staat dan zo voor je klaar in je administratie. Moneybird controleert eerst of het contact al aanwezig is in je administratie. Is dat het geval, dan wordt het contact alvast geselecteerd. Is het contact nog niet bekend in je administratie, zoals in dit geval, dan doet Moneybird op basis van de bijlagen een suggestie vanuit het KVK-handelsregister. Je kunt dit contact dan direct toevoegen. De gegevens worden daarnaast ook nog aangevuld met gegevens uit de bijlage. Slaat contact op, dan kun je verder het document verwerken. Je ziet dat de factuurnummer, de factuurdatum, het btw-tarief en het totaalbedrag zijn overgenomen uit de factuur. Soms moet je de omschrijving nog invullen en de juiste categorie selecteren. Zo is de factuur snel verwerkt. MoneyBird leert er gelukkig van als je eerder al een factuur van een leverancier hebt verwerkt. Ik laat je zien hoe dit werkt. We gaan opnieuw een factuur toevoegen van dezelfde leverancier. Zoals je ziet heeft MoneyBird de factuur al aan het juiste contact gekoppeld. Je ziet dat MoneyBird opnieuw alle gegevens heeft overgenomen uit de factuur. En nu staat ook de juiste categorie ingevuld. Het enige wat je nog moet doen is alles even controleren en kiezen op opslaan. Wordt er bij jou met enige regelmaat een verkeerd contact geselecteerd? Je kunt tijdens het verwerken van de inkoopfactuur op het contact klikken. Dat zal ik even laten zien. Bewerken. Contact. Je krijgt dan informatie te zien waarom Moneybird dat contact heeft geselecteerd. Bijvoorbeeld aan de hand van het e-mailadres, een KVK-nummer, een postcode, een BTW-nummer... Als het geselecteerde contact niet juist is, kun je het beste even naar het tabblad Contacten en de gegevens controleren. Waarschijnlijk zit daar dan een foutje in. Via de app kun je eenvoudig bonnetjes uploaden. Installeer hiervoor de gratis app op je telefoon. Onderaan heb je een tabblad inkomend. Vervolgens klik je op het plusje en dan op Scan Document. Vervolgens kun je de bon scannen, je klikt op Bevestigen. En Moneybird slaat hem direct op in je administratie. Het verschil tussen inkoopfacturen en bonnetjes zit hem overigens in het invoerscherm. Bij inkoopfacturen wordt er bijvoorbeeld een factuurnummer gevraagd. Bij bonnen wordt er om een kenmerk gevraagd. En bij inkoopfacturen kun je wel een vervaldatum invoeren. Bij bonnen niet, aangezien bonnen meestal al betaald zijn. Op het tabblad inkomend staat INK voor inkoopfactuur en BON voor bonnetje. Boekhoudkundig gezien is er geen verschil. De bedragen worden op precies dezelfde manier verwerkt. Als je een keer een bonnetje als inkoopfactuur hebt verwerkt in Moneybird of andersom, is dat in principe dus geen probleem. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat duidelijk is geworden hoe de functie scan en herken werkt in Moneybird. Mocht je hier nog vragen over hebben of heb je misschien andere vragen, neem dan contact op met onze supportafdeling. Zij zijn te bereiken via support@moneybird.com. Doei.